Lina, mag het baasje even zitten? Kom maar op tafel. Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Zoals ik in mijn laatste video al had gezegd, ga ik vandaag deze rookworst reviewen van Wahid Anour. Halal rookworst. Zeer interessant. En niet per se omdat het halal is, maar omdat het gemaakt is van rund, kip en kalkoen. En ik heb nog nooit een rookworst sowieso van kip of kalkoen gegeten. En al helemaal niet in combinatie met rundvlees. Dus drie soorten vlees in één rookworst. Heel interessant. Normaal eet ik altijd rundrookworst. Dus ik ben echt heel benieuwd naar deze. En dan ga ik de helft daarvan ga ik gewoon zo opeten om te reviewen. En van de andere helft ga ik een lekker broodje maken. Met dit hamburgerbroodje. En ik had vorig jaar een keer een video gemaakt, broodje rookworst kernoorlog. En dat vond ik onwijs lekker met al die sauzen. Dus ik ga nu weer met saus doen. Alleen doe ik het nu op een hamburgerbroodje. En ik doe het speciaal. Even kijken of ik nog curry heb trouwens. Ja, nog precies genoeg. Dus ik maak een broodje rookworst speciaal erbij. Dat lijkt me echt heel lekker. En dan ga ik nu even de ingrediënten checken. Ik heb het even opgezocht op internet, dat is makkelijker. Kijk maar even mee. Ingrediënten. Mechanisch gesepareerd kippenvlees 48%, water, rundvlees 15%, kalkoenvlees 9%, aardappelzetmeel, soja-eiwit, zout, mechanisch gesepareerd kalkoenvlees 0,9%. Oké, nog een keer. Aroma, stabilisatoren, dan een aantal E-nummers, voedingszuren, weer 3 E-nummers, antioxidanten, weer 2, en dan erwteneiwit, glucosestroop, conserveermiddel, weer een E-nummer. Worstomhulsel, runder, collageen en rook. Allergieinformatie bevat soja. Het laatste ingrediënt, rook. Dus dat betekent volgens mij dat die worst niet gerookt is, maar dat ze liquid smoke hebben toegevoegd. Maakt niet uit, ik heb zelf ook een fles in de kast staan. Mooi spul. Dus ik ben benieuwd mensen. Ik ga de worst bereiden in de pan. Je kan het ook in een magnetron doen. Nee, ik bereid de worst gewoon in de pan zoals het hoort. Ik heb hier mijn waterkoker staan. Die zet ik aan. Even wachten tot het water kookt en dan gaan we de worst reviewen en het broodje eten. Ik ben zeer benieuwd mensen, dus ik heb ook honger, dus mijn ontbijt. Blijf vooral kijken. Nou, het water kookt. Lina, niet bang zijn. Nou, dan. Zo. Dan even de verpakking openmaken. En dan gaat hij in de pan met water 15 minuten. Zo, nou, ik heb ondertussen heb ik vast een uitje gesnipperd voor het broodje. Het broodje opengesneden en dat broodje ga ik heel eventjes toasten. Zoals ik altijd doe. We vinden een gewone pan vandaag. Mayo natuurlijk, voor het bekende Maillard effect. Echt zin op het broodje ook, lijkt me echt heel lekker. A few moments later. Zo. En nu is het even wachten op de worst. Heb je zo'n lekker stukje rookworst? Er zitten vogeltjes in, dat vind jij lekker hè? Ja hè? Nog 5 minuten. Klaar. Die is goed heet. Ik weet niet of ik het allemaal op ga krijgen. Het is een worst van 250 gram. Hoi Lina. Auw. Even rustig aan Lina. Nou, ik val het helemaal uit elkaar. Een beetje.
netjes droog maken. Oké, dan ga ik eerst gelijk het broodje maken. En ik had bedacht, ik begin met een laagje mayo. De structuur is heel zacht, mensen. Het voelt anders dan een gewone roodworst. Bijna knakworstachtig. Dan leg ik hem vol met plakjes rookworst. Dan uitjes. Ik gebruik niet de hele rookworst, denk ik, want dat is echt veel te veel. Uitjes. Curry. Ik hoop dat er nog wat uitkomt. Ja. Nieuw halen, ik moet straks boodschappen doen. Ja, ik doe niet meer, mensen, want ik vind het gezegend. Zo. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eten. Zo. Ja, het zal mij benieuwen. Dan ga ik eerst een stukje van de worst eten. Het is heel erg slap. Het ruikt naar rookworst. Maar, Orlina. Jij mag ook een stukje zo. Baas, je moet even reviewen eerst. Dat is heel erg zout. Poes, ga eens even weg. Er zit een goede rooksmaak aan, maar of het nou... Voor mij is het met liquid smoke, maar dat weet ik niet zeker. Maar als er... Lina, ga eens weg bij de camera. Als er rook in de ingrediënten staat, dan is het volgens mij met liquid smoke. Het is qua structuur... Is die veel te zacht voor een rookworst. Het is wel lekker. Maar het smaakt meer naar een veredelde knakworst. Het heeft niet zo heel veel met rookworst te maken. Maar wel lekker. Maar ik ga hem wel beoordelen op zijn rookworstachtige sizzle. Wat vind jij ervan, Lina? Je krijgt maar één stuk, want het is echt bizar zout. Nou, voor jou is hij al 100% geslaagd. Dan ga ik nu het broodje proberen. Broodje rookworst speciaal. De smaak van de worst valt helemaal weg door de saus en de uitjes. En mensen, het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. Ik had hier veel meer van verwacht. Het is een lekker worstje. Meer knakworst dan rookworst. Er zit rooksmaak aan, maar... Even een stukje zo. Het is heel zacht. Het is een hele vreemde darm die er omheen zit. En mensen, omdat die wel een lekker worstje is, maar het niet heel erg op rookworst lijkt in mijn optiek, krijgt hij een 7-min. Een 7-min. En ja, het broodje ook, want ja... Het is een lekker broodje, maar de worst valt nu helemaal weg door de saus. Nou, is wel lekker hoor. Ik ga het lekker opeten. Maar wat ik zei, ik had er veel meer van verwacht. Een beetje een nep rookworst, als ik heel eerlijk ben. Dus het was een leuk experiment. Maar de volgende keer weer gewoon lekkere runde rookworst van Gewoon of van Unox. Gewoon, die is goedkoper. Nou mensen, allemaal bedankt voor het kijken naar deze review. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. En ik zie jullie komende zondag bij een nieuwe video. Fijne dag allemaal. Doei doei!